Er is momenteel een zware storm op komst. We zien de depressie heel duidelijk op de weerkaart liggen. En Donnie de Koning, onze verslaggever, is momenteel ergens in het land. Donnie, hoe is het momenteel bij jou? Het is hier nu nog vrij rustig, Raymond. De windkracht hier is pas matig, zo'n 3 à 4 op de Beaufortschaal. Maar die storm die begint wel langzaamaan onze kust te bereiken. Inmiddels is de wind vrij krachtig, windkracht 5, met windstoten boven de 50 km per uur. En dat is al genoeg om bijvoorbeeld je parasol naar de buren te laten waaien. Vanaf windkracht 6 dan staat zelfs je fiets niet meer veilig en kunnen de eerste bladeren al uit de bomen vallen. De windkracht die neemt toe tot hard, windkracht 7, met windstoten van boven de 75 km per uur. Plastic tuinstoelen die beginnen al om te waaien. En mocht jij een trampoline in de tuin hebben staan, dan zou die zomaar eens bij de buren kunnen belanden. De storm die komt steeds verder het land op en inmiddels is al windkracht 8 bereikt. De windstoten die kunnen al pieken boven de 90 km per uur. En daardoor kunnen er al takken uit bomen afbreken. De eerste zwakke bomen die houden het al niet meer. En mocht jouw schutting niet stevig vaststaan, dan zouden de eerste delen al om kunnen vallen. Het begint nu wel echt steeds hard. Oh, ik hoorde dat er officieel stormkracht gemeten wordt. Windkracht 9. Met windstoten boven de 100 km per uur. In dat geval beginnen veel bomen het echt lastig te krijgen. De eerste dakpannen beginnen al los te raken. En die omgevallen tuinstoelen, nou, die beginnen echt naar de buren toe te vliegen. De wind die begint steeds verder in kracht toe te nemen. En inmiddels wordt al windkracht 10, zware storm, gemeten. Met windstoten van ruim 120 km per uur. En dat is al genoeg om bijvoorbeeld het platte dak van je tuinhuisje weg te laten waaien. Wow! Inmiddels is het windkracht 11, een zeer zware storm. Met windstoten van meer dan 130 km per uur. En dat is genoeg om bijvoorbeeld grote bomen om te laten waaien. Maar ook die laatste delen van je schutting, die blijven niet meer overeind staan. En dat tuinhuisje, nou die valt nu helemaal uit elkaar. Oh nee, de camera! De storm is voorbij en gelukkig is windkracht 12 niet bereikt. In dat geval zouden we spreken van orkaankracht. Maar deze uitzonderlijke windkracht is boven land in Nederland nog nooit gemeten. Alsnog hebben die zeer zware windstoten voor flink wat schade gezorgd. Terug naar jou, Raymond. Dankjewel, Donnie. En gelukkig is het goed met je afgelopen, want we zien heel duidelijk dat hoge windsnelheden voor veel schade en problemen kunnen zorgen. Hou dus altijd goed de weersverwachting in de gaten en wees voorzichtig als het hard gaat waaien. Nog een fijne dag.